Here we go! Oh, oh, oh. Wat hebben we veel om te doen. We zijn al binnen, maar dat is de reden ook. Want ik ga even een starpiece aanzetten. En dan ga ik jullie laten zien hoe je zo snel mogelijk die quest voor Unbound Hoopa, of nee, dat is niet waar, Mirage Season kan voltooien. We moeten iets van 150 of 200.000 Stardust verzamelen. Nou, zoals je ziet hebben we hier een Kabutops staan. Dat is wel een mooie catch of the day als je het mij vraagt. Dus laten we kijken hoeveel Stardust dat oplevert. Oh, moet hij wel blijven zitten. Excellentje erop. Met een Ultra Ball. Met een Golden Raspberry. Als je nu nog eruit springt, heb je grote problemen. Maar dat doet hij niet. Dus, kijk, daar zie je het al. 120.000 Stardust moeten we verdienen. Dit is bijna 6.000 Stardust in de pocket. Zo doen we dat. Hoppatee. Dan gaan we uiteraard ook de andere Pokémon vangen. Om natuurlijk die Stardust verder omhoog te trekken. Maar dat is niet eens de reden wat ik jullie wil laten zien voor vandaag. Even alle Pokémon vangen. Misschien nog een Shiny ertussendoor harken. You never know. Nou, en over Shiny gesproken. Toch al, dat is een aardig andere kleur of een aardig lichtere Poliwag. Nou, en kijk eens aan. Het is een Shiny Poliwag. Geen niet in de eerste Pokémon die we aantikten. Net zoals met Community Day hebben we dat volgens mij nog nooit gehad. Maar wel in de eerste batch aan Pokémon. Shiny Poliwag, wat een begin van deze vlog. Hij is behoorlijk hoog qua CP. Dus ik ben benieuwd hoe goed hij is qua IV. De Pokémon hebben we gevangen. Nu nog even zo'n stofspinnen. Maar nu ga ik jullie laten zien hoe je nou Stardust kan verdienen. Dit is 1. Hebben we een quest voltooid. In dit geval de Field Research, Breakthrough Research moet ik zeggen. 3000 dust, 20 ballen en uiteraard die 750 dust van die quest die we voltooid hebben. Dan de Pokémon, een Dino. Kijk, dat is goed getimed voor mij. Want de vorige was uiteraard een Vullaby. En die is ook niet verkeerd, maar die hebben we al. Dus dat er nu een Dino in de December Research zit, komt voor mij goed uit dat ik hem heb bewaard. Het is nu donderdag 2 december trouwens, dus dan weet je dat ook. Maar Dino helaas geen Shiny, dat is wel een beetje balen. Maar misschien wel goede IV. Valt mee, kan misschien wel leuk zijn voor een Zweilos in de Great League. Nou, dan heb je nog lang niet alles gezien. We hebben ook nog deze quest. En dan hebben we ook nog deze quest. Dat was als het goed is, earn 500 Stardust, dus dat is niet zo moeilijk. 2000 Stardust wordt steeds hoger, maar deze hebben we ook nog. Mischief Unbound Hoopa. 3 reetpassen. 3000 dust. En dan dit er allemaal bij. Dan wordt alleen maar meer. 50 Hoopa Candy. 10.000 Stardust. Een Hoopa T-shirt. Hoopa T-shirt. 2 Hoopa T-shirts. En dat. Nou, kunnen we ook meteen deze hebben. 2000 Stardust verdiend. Dat gaat lekker. Wat voor Pokémon krijgen we daaruit? Hopelijk ook een Dino, maar het is een Rhyhorn. Nou, de volgende quest is om 3000 Stardust te verdienen. En nu ga ik je laten zien hoe je dat doet. Met wachten met je PvP resultaten. 5 Charge TM's. 3 Fast TM's. 1 Premium Battle Pass. 1 Elite Fast TM. 201.000 Stardust. Zo doe je dat. En dan hoop ik dat we daarmee de quest hebben voltooid. Kijk, hoppatee, ik wou het zeggen. Het zou wat zijn als het nu niet lukt. Maar we hebben in ieder geval die van 3000 dust. Deze hebben we gedaan. Misschien ben ik wel de snelste ooit. Dat zou wel tof zijn. Krijgen we een Dino Head. 2 ook. Oh, dat is natuurlijk voor mannetje en vrouwtje. Dat was hem. De volgende is weer deze. Die Heritage Season. 15 Pennerbears. En de volgende is Earn 4000 Stardust. Nou, dat kunnen we misschien nog even gaan doen als we natuurlijk snel gaan lopen. Meneer Jermaine, die wilde om 7:45 gaan sporten. Waar heb ik mijn auto geparkeerd? Ah, daar staat hij. Let's go, zou ik zeggen. Oh, oh. 7:45 ochtends. Zaterdagochtend. Ja, dat zie je mij niet vaak doen. Dan gaan sporten. Nou, voor meneer Dwayne doen we dat sowieso wel. Don't break my heart by loving you.
iets andere kleedkamer dan de nieuwe kerk. Veel groter. Uiteraard sportschool ook veel groter. Daar gaan we niet filmen, denk ik, maar... 7:45. We zijn aangekomen. Laten we gaan sporten. We moeten nog een paar duizend dust om weer verder te kunnen met die Heritage Season. Een manier daarvan om dust te verdienen is via raids. Dus vandaar deze Raichu raid. Gelukkig ook nog een geëvalueerde Poton, dus als een vanger. Ook weer extra dust. Nou, wil dat zeggen, als hij nou geen Psychic heeft, dan hebben we met Garchomp een behoorlijk goede Pokémon ontstaan. Omdat hij dan van alle aanvallen, behalve Grassnot, dan een not very vette schade opneemt. Maar hij heeft een Psychic, zoals je kunt zien, die Raichu. En dat is jammer. Maar goed, gelukkig hebben we een Groudon. Ook die is sterk tegen Raichu. Dus komt vast goed. Nou, met nog ongeveer 45 seconden op de klok, precies een kwart, hebben we Raichu verslagen. Ik weet dat 1269 niet geweldig is qua CP. Dus het zal geen hondo zijn, maar oké, 1000 starters vind ik toch niet verkeerd. Dan hebben we een Raichu, geen shiny trouwens, want dat is ook nog een mogelijkheid, hè, dat die shiny is. Kijk, en hij zit erin. Nou, dan moeten we natuurlijk ons best doen om dus nog een aantal dust, ik zag niet hoeveel, volgens mij nog 5000 dust, te verdienen. In het half uurtje dat we nu nog lopen. Laten we dat even checken. Nog 4000 dust. 3,5. Nou, dat is niet verkeerd. Dat kunnen we zeker nog wel doen of lukken. Dit is Catch 5 Counter Pokémon. Die ziet er snel voorbij komen, maar oké. Okay. Nou, misschien, het is uiteraard ook Swinub Incense Day. Dus laten we een incense aanzetten. Maar als we dan ook nog die 3500 dust krijgen. En we kunnen tot de 6.110.000 dust komen. Dan ga ik mijn Hoopa van vorm laten veranderen. Dus ik ga hard mijn best doen. We gaan even een stukje lopen. Veel Pokémon vangen. Zodat we dan hopelijk onze Hoopa van vorm kunnen laten veranderen. Binnen no time hebben we eigenlijk 5 ground type Pokémon gevangen. En dus ook 500 dust. En ik dacht wel dat het Steelix was. Maar helaas niet. En weer een Crash voltooid dus. Dus we zitten nu aardig in de buurt van de 15.000 Stardust. En ja, hopelijk, als die andere, de volgende stap ook niet al te veel Stardust is, kunnen we ook nog deze afronden in deze vlog. Hij is voltooid. En batterij, die is bijna op. Laten we kijken wat we eruit krijgen. Een Dino. Kijk, dat is een tof Pokémon. Dat is een tof Pokémon. En 4,42. Is dat hoog? Is dat hoog? Dat weet ik niet. Voor mijn gevoel wel. Geen shiny, dat sowieso niet, maar oké, voor een Dino hoor je mij niet klagen. Het is uiteraard een tof Pokémon. Laten we kijken wat voor IV's die heeft. Een Dino jongens, 4,42, ik ben echt benieuwd. Even checken, Appraise. Ah, net steeds niet voor mijn gevoel, net steeds niet. Wel bijna bij de 6,1 miljoen dust en de volgende is 15.000 dust. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Misschien nog een PvP-battletje ertussendoor. Ik denk dat het goed gaat komen. Als mijn ding is, mijn Gotcha gewoon Pokémon kan vangen, dan zijn we blij. Ik wou net zeggen, nou kreeg ik de melding dat ik een eitje had gehackt, omdat ik dit het openen was. En we kregen een 7 kilometer ei. Maar ik kan maar niet. Een Hippo Potas. Nou, kan beter. Kan er erger. Geen slechte IV. Maar niet goed genoeg. En dan hebben we een 7 kilometer ei, die bewaar ik al even. Laten we eerst maar even foto's op 2 kilometer eieren. Nou zie je het ook dat er, ja, je gelooft het niet, een wilde Charizard hier zit. Moet je kijken, bizar. En hoeveel dus zitten we inmiddels, ben ik ook benieuwd naar. We hebben weer 2 quests voltooid. Het gaat lekker met die ground type Pokémon. Even kijken hoeveel dus zitten we nu. Oh, op de 7,5 al, dat is niet verkeerd. Dat moet nog wel lukken deze vlog jongens, vooral met zijn Charizard, we hebben 500 dust. Dat is niet verkeerd. Even kijken, waar zit dat ding? Daar zit hier jongens, kijk eens, bij mijn duim. Een wilde Charizard, geen shiny, dat is jammer. 2300 CP, dat is geen slechte jongen. En kunnen we hem vangen met onze duim? Dat is niet de bedoeling. Geloof het of niet, hij zit erin. Met nog maar 2% batterij, 3% batterij. En we zitten al aardig op de
Oh, dat is nog een goede ook, zeg. Jeetje, Mina. Wat een bol van de geluk hebben wij. Dan gaan we de rest ook nog even vangen. Voor de laatste paar dust, maar het moet zeker lukken. We zijn weer terug in onze kamer. En we hebben zojuist even onze telefoon aangesloten. We hebben daarnet een potje 4-1 gespeeld in Go Battle League. Zoals je ziet, helaas dus niet die laatste dust gekregen. Rank 9 alweer. En is het dan voldoende, 1600, dat is niet verkeerd, om dust te verdienen? Nog 2000 moeten we. Dus als we nog één dingetje doen, en dan gaan we het dan zeker even doen, dan kunnen we ook die quest voltooien. Eén momentje. En met een pittige 3-1 overwinning uit mijn hoofd, ja, gelukkig, kunnen we denk ik dan toch, even neerzetten de camera, oeh, een quilava, dat is ook mooi, want dat is meer dust, kunnen we dan toch deze vlog afsluiten met dus Unbound Hoopa. Ha! En ja, die research die we kunnen voltooien. Laat even kijken, want we moeten nog niet veel krijgen. Eerst die quilava vervangen, ondanks met een Great Ball en een Golden Raspberry. Wil die nog steeds niet in? Wat een stout beestje. 1, 2, appetee. Dat was geen goede worp. Zal je zien dat hij zit. Ja dus. Telt dat wel mee eigenlijk als dust. Dat zagen we nog niet gebeuren. Maar volgens mij wel. 1600, dat moet zo zijn. En dan pas krijgen we starters als reward. Maar je ziet het al. Het is gelukt. 14 van de 15. Dan hoop ik dat dit echt de laatste is. Want voor mij is dit, ja, gaat hij niet verder dan nu. Laat maar zitten. 20.000 dus nog. Oké. Dat doen we dus de volgende keer. Helaas. Maar volgens mij, dat zal er echt niet aankomen. Volgens mij hebben we nu wel genoeg dust om dus die Unbound Hoopa te doen. Ja hoor, 6,5 miljoen of 6,1 miljoen. Hoopa. En dan gaan we naar zijn vorm changen. Of dat beter is? Goeie vraag. Ja. Maar we kunnen in ieder geval wat leuks doen met deze video. Unbound Hoopa. 1670 CP. En ja, toch een stukje anders dan hoe het eruit uitzag. Ik ben er opnieuw mee. Het kost wel voor Candy om het steeds te doen hoor. Dat vind ik wel vervelend, maar nou, oké, het zal wel. Het is een interessant ding. Dus dit is hem. Unbound Hoopa. Met iets van een, ja, soort van gat in zijn maag. Ja, nou, lach joh. Tof ding. Hebben we dat ook even gezien. We hebben in ieder geval wat ooit. Nou, dan kunnen we daarmee de video afsluiten voor vandaag. Hartstikke bedankt voor het kijken en voor jullie geweldige support. Dat was altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je graag bij de volgende video.